Kijk. Wat is er? Wat is er? Wat is er gebeurd? Oh, wat leuk! Ik wil eigenlijk huilen. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Oh, wij hebben toch zo lekker, jongens. Echt. Ja. We zitten allemaal in onze badjas. Yay. En we gaan lekker in de jacuzzi. Goedemorgen, Jezus, wat zie ik er moe uit. Mijn muggenbult, die wordt wel iets... Oh, ik zie er echt moe uit, is niet oké. Okay. Die muggenbult wordt wel wat minder zoals je ziet, gelukkig. Ik heb gisteren ook onder water gekeken, dus vandaar dat mijn ogen er een beetje zo uitzien. Dat vond ik vreemd. Oké, mijn ouders gaan met de auto naar de supermarkt. En ik rij achter hun aan. Op de kat. We gaan even een boodschapje doen. We blijven vandaag lekker in het huisje. Want gisteren was best wel een intensieve dag op die kat. Het is best wel heel veel indrukken en ik ben toch wel heel erg bezig. En vandaag willen we eigenlijk gewoon even lekker een rustig dagje. En vanavond willen we uit. Dan gaan we uit eten ook. Dus ja, lekker in het luxe huisje. Waarom niet, hè? Mijn zoon ziet eruit als wat. Nou, dat deed hij ook lekker dan. We gaan nu lekker naar de bakker om lekkere broodjes te halen, toch? Eet en doe. En doe. Tot zo! Je kan wel bij ons een beetje zeg maar, naar beneden, naar de kust, weet je, om te kijken wat daar is of zo. Tot zo! Jij? Daar gaat ze. Kijk, dat is ons huisje aan de achterkant. Ga je die opblazen? Ja, alleen dit staat er wel op. Ah joh, maakt niet uit. Hey, we gaan nu ontbijten. We hebben even lekker... Oké, mama zit altijd gelijk te vergeten. We hebben lekker ontbijt gehaald. Oh, is dat croissantje lekker? Ja. Kia, wat ben jij precies aan het doen ongeveer? Wat ben je aan het doen, meisje? Ben je iets aan het opblazen? Een float? Ja, gaat goed. Je moet er wat voor over hebben om een leuke foto te maken voor je Instagram, hè, Kia? Er komen ze hoor, de dames. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat? Oh my god, wat is er gebeurd? We gingen dus net een beetje kwad rijden. En toen wilde ik een bochtje maken. En toen ging mijn wieltje in het greppeltje. Oh. En toen zaten we zo in de greppel. Nee, even serieus, jullie dollen. Nee. Nee, even normaal, Ruby. Ze heeft een filmpje gemaakt, ze heeft naar mij gestuurd. Met een heftruck zijn we daar. Nee! Hij kwam eerst aanlopen, zo van, what's going on? En toen wilde what's going on? Ja, welke man? Een Engelsman? Nee, gewoon die hier woont. En toen, toen zei hij van, ja, we hebben die in het ding gereden. Dus hij zegt, ja, go back. Nou, toen ging hij achteruit. Oh. Nou, dat ging niet. Zegt hij, wait, I'm coming back. Go out. Oh. En toen kwam hij dus terug met een heftruck. Oh, wat heftig. Het filmpje komt nu in beeld. Moet je van het slot afhalen? Niet doen, Henk.
Oh my god. Hoe dan? Maar ik zei, je kan met aanloop, heb je Nutella op je rok of zo? Nee, dat is verbrand. Verbrand? Zij zei, Kie, wat heb ik op mijn rok? Ik zeg, ja Roep, dat is verbrand. Ja, van de motor. Hoezo van de motor dan? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, wat zonde. Maar ik ben blij dat je... Oh. Ik ben blij dat jij... Hebben jullie wat? Nee. Wat is het over die kwad met heftruck, maar... Nee, wij hebben niks. Nee, wij zijn heel gelukkig. Maar hoe kom je in een greppel terecht? Wat heb je gedaan? Een bocht maken. Een bocht. En ik ging achteruit en toen wilde ik hem zo door... En het kon ook. Mijn wiel was net iets te groot. En toen brak het stukje van de weg af. En toen ging mijn wiel erin. Een stukje van de weg brak af? Ja. Hoe dan? Ja... Van de kant. Van de kant gewoon. Van de bergkant. Ja. En zat jij achterop al die tijd? Ja. Toen ik een stukje aan het rijden was, ging wel alles goed. Nou, ze vond het alleen heel eng. Ze kneep super hard in mijn tiet. Want ik ging gewoon heel hard. Ja, maar zij gaat echt hard. Zij is echt, ja, ik heb gisteren achterop gezeten. Ik weet het, we lagen gisteren. Jawel. Oh, dus jij verwacht geen auto om de hoek. Jawel. Rij je niet? Ik weet het allemaal hoor. Maar jij zegt 100 meter van tevoren je moet remmen. En ik rem wanneer ik wil remmen, oké? Okay? Nee, dat is niet oké. Okay. Dat heb ik gisteren ook ervaren. Dat is niet oké. Dat is wel oké, want alles is goed gegaan. Ja, ja. Nou, met een heftruck even uit de greppel. Nee, alles is goed gegaan. Prima. Vind je dit normaal dat je dit bij je kind doet? Een beetje boos op je. Gelukkig ben je een boos. Heel lief. Heel boos. Je vindt me lief. Nee. Auw! Haatje! Ready for tonight? Hey, lekker biertje. Ja, hey, lekker hoor. Oh, een beetje in je oog. Hey. Oké, estamos en gris, pero. Goedemorgen! Film jezelf eens? Nee, waarom ik wil, niet? Omdat ik even Ruby wil filmen en met haar. Film je jezelf? Met haar lip! Laat eens even je lip zien. Wat is er gebeurd? Ik heb die onderkant. Helemaal paars. Ik heb. Hé, hey, ook ochtend hè? Ik en Levi gingen stoeien. Levi en ik gingen stoeien en toen kreeg ik gewoon vol een elleboog. En toen ging het helemaal bloeden. Echt? Maar ik word dan gelijk een soort onpasselijk of zo. Hè? Dan zie ik bloed en dan denk ik, oh. Ja. Oh, ik word misselijk, zegt ze. Ik word misselijk. Denk ik, het wordt niet misselijk. Het is gewoon een beetje bloed. Jeetje. Je hebt mijn gevoel, mama. Ja, maar jij kan jezelf. Ik voel wat ik voel. Ik voel wat ik voel. Moet je ervan huilen? Ja. Dan is het niet zo erg. We gaan zometeen onderweg. Ik weet niet waarheen eigenlijk. En oh my god, jongens. Ik ben zo blij dat mijn haar deze vakantie lekker. Kort is gewoon, want ik heb echt nul zorgen deze vakantie. Oh, hoe doe ik dit? Met mijn rok. Lukt het, dame? Ja. Dus ik heb nul zorgen over mijn haar deze vakantie. Weet je hoe chill dat is? Gewoon... Ja, en wat ook heel fijn is, dat we gewoon lekker door je haar kunnen kroelen. Dan voelen we niet al die matten, want het is mooier zo, het plaatje, lang haar. In werkelijkheid. Maar de realiteit is gewoon eigenlijk helemaal kut. Nee, grapje. Het valt op zich ook wel weer mee, want het is ook wel weer te doen allemaal. Maar voor nu is dit gewoon echt eventjes lekker. Weer lekker. Wat gaan we doen? We gaan naar een eilandje, denk ik. Papa heeft dit in zijn hoofd. Camillo ja. Eiland. Hoe? Camillo. Camillo. Fijn. Het leven. Het regen. Ah, hij is goed voor de natuur, hè? Kom hier rond, hè?
lekker was. Nou. Oh, het is niks meer te zien of? We gaan dus ergens lunchen, maar we moeten even een kort stukje door de regen. We gaan daar lunchen, dus roep. Ik durf niet. Stap uit. Ja, ga naar. Nou, waar we net zaten was echt vies. We hebben nou maar naar binnen gesmokkeld, maar het was gewoon echt gat. Ja. Iets omdat we daar gingen zitten, want het regende, maar het was echt goor. Ja, het was echt zwaar. Vieze vette bende. Huh? Zonde. Wat doen we hier nou eigenlijk? Ja, precies. Dit is ik echt snap niet waar we nu 5 euro voor betalen. Wij zijn echt geen toeristen. Nee. Nee. Meiden, wat gaan wij doen? Dit is echt heel lekker. Is die lekker? Ja, maar zullen we er dan wel 2 doen? Nee. Wel. Anders nee. Is het echt heel is lekker. Is dit te lekker? Nee, Kia. Nee. Nee. Dit gaan wij niet doen, dus pak het en doe het terug. Kinder bueno, jongens. Oh nee, dit kan echt niet. Oh, dat kan toch niet. Jongens, ik kan jullie ook niet meenemen met boodschappen doen ook. Singa? Jongens, vinden we het allemaal nog leuk? Kijk eens even naar de camera. Hi. Graag niet. We vinden het allemaal niet meer leuk. We zijn, auw, we zijn boos op iedereen. We vinden het gewoon niet meer leuk. Iedereen is irritant. Het eiland is nu even niet zo leuk op dit moment. Want we gingen naar een eilandje en dan moesten we 5 euro betalen voor iedereen, maar het sloeg helemaal nergens op. Hé jongens? Ja. Gaat het erop? Ja? Wie zit er dan hier? Moet je echt proberen, het is echt lekker, het is helemaal in je rug. En wat doe je nou? Ja, dat voel je in je rug, hè maat? Je strekt hem een beetje, ja. Ja, we gaan naar huis, want er is niks meer leuk op het eiland. Jawel. Er zijn heel veel leuke dingen op dit eiland, alleen wij zijn vandaag toevallig naar een stukje gegaan wat niet leuk is. Ja. En waarvoor moeten betalen, want echt nergens op slaan. Ik word er boos van. Ik word er ook boos van. Ik haat mensen op dat moment. Ik vind mensen echt niet leuk. Dus je moet gewoon uit mijn hoofd. Oh! Ah! Wat denk jij? Wat denk jij? Je nek ging ook in één. Ja. Goedemorgen jongens. Mijn ouders zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Dus, en het is ochtend, dus wij gaan even wat leuks doen voor hen. We hebben dit meegenomen op vakantie. Helemaal in het vliegtuig. Het is nog wel heel helemaal. Is het heel? Ja. Het is namelijk breekbaar. Kijk, we hebben dit meegenomen. En dan moet je even kijken wat erop zit. Nee, juist niet. Juist niet. Even wachten. Hoe kan je dat even zien? Even zo. Dit staat erop. Jullie kunnen het niet goed zien op camera, maar dat maakt niet uit. Okay. En we hebben dus dit. Dit er. En hartjesballonnen. En dit. En kijk, dit hadden ze in het huis. Laat het maar liggen dan, hè? Dat is voorproefje. Nou, dit ziet er nu zo uit. Ik moet nu gewoon even wat mannen halen. Ja, want we zijn een beetje bang dat dit allemaal weg gaat draaien door de wind. Ho! Ho!
Oh, even. Waar is mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Jullie moeten echt nu komen. Nu. Wil je even een mascara doen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb één oog gedaan. Oh, het is snel. Snel. Tegenhouden, Ruby. Ja. De blaadjes. Dat doe ik. Oké. Zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar? Oké, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Jullie moeten ik gaan wassen aankleden. Ja, dat moet ook. Oké, kom maar. Oh, kijk nou. Wat leuk. Ik voel me net bij de bachelor op de roze blaadjes. Ja, dat moet ook. Wat leuk. Kut. Oh, we gaan even een kusje geven. We zijn met... Oh, wat leuk! Oh. Wat leuk! En die hartjes? Oh, so cute! Wat lief van jullie! Oh, wat ziet het er leuk uit! Ja, hè? Ja, echt heel leuk! En kijk nou! Nog een hartje. Oh, wauw. Wat staan we? Ik heb mijn bril niet op. Ik heb tranen in mijn ogen. 25 jaar, Edwin en Ilse. Oh, wat superleuk. Ja. Echt, wat zo leuk. Leuk, hè? Het gaat ook ineens schijnen. Oh. En het ging ook allemaal waaien. De klaartjes. Ik eigenlijk niet in het zwembad. Nee, dat niet. Wow. Ik heb net de tapeten niet op, maar... Nou, gefeliciteerd met jullie 25 jaar. Waar is de warme chocolademelk? Nee. Mag op de bladen zitten. Ja. Kom maar, maar bij op, papa. Je moet erbij. Kunnen jullie die vasthouden? Die maar vasthouden. Wat ontzettend leuk, zeg. Met toeties. Nou, ik heb nog traantjes. Dat geeft allemaal niet. Dat mag allemaal. Waarom moet jij nou niet huilen? Ja, kut. Dat is toch mooi dat je kinderen dit doen. Moet je nou kijken, die ballonnetjes, alles in detail. Ja. Oh. En dan hebben we eigenlijk nog wat voor jullie. En dat is eigenlijk allemaal van onszelf. En ja, dit is al genoeg. Een stukje geschreven voor jullie. Ja, alle drie. Wow. Alle drie apart. Mooi. Oh, echt? Ja. Dus we moeten even in een rijtje staan. En ik moet als eerst. En dan moet Kia. En dan een Levin. Oh. Lieve papa en mama. 25 jaar. Wat ben ik toch ongelooflijk gelukkig dat jullie na al die jaren nog steeds samen zijn. Die momentjes dat ik jullie elkaar een kusje geef. Of dat jullie elkaar lekker beetpakken. Geeft mij zo'n geluksgevoel. Ik zie jullie ook echt als mijn voorbeeld. Niet alleen als ouders en in de opvoeding. Maar ook hoe jullie met elkaar omgaan. En hoe jullie relatie samen is. Mam, ik begrijp jou echt. Papa is zo lief, zacht en ongelooflijk knap. Zo'n man wil je toch? Papa waait met alle winden mee en vindt alles prima. Maar als het hem niet zint, laat hij zich ook horen. Hè, pap? Mag niet op de kant zien zonder jou, hè? Nee. En pap, jou snap ik ook. Mama is zo zorgzaam, lief en zo wijs. Oh ja, en ook echt een lekker ding. Zeker nu ze is afgevallen. Zeker nu ze is afgevallen en zelf ook lekker in haar vel zit. En weet dat jij haar dat gegeven hebt en dat ze je daar altijd dankbaar voor zal zijn. Ik wil jullie bedanken dat jullie al 25 jaar mijn ouders zijn. Wij als gezin zijn één en dat zullen we ook altijd blijven. Oh, het is zo lief. Oh, het is zo leuk om dat van je te horen. Papa en mama, ik wil even zeggen hoe trots ik op jullie ben. Niet alleen omdat jullie 25 jaar samen zijn. Nee, ook omdat ik het super bijzonder vind wat voor een leven jullie samen hebben opgebouwd. Allebei uit zo'n ander gezin, twee verschillende karakters, maar die zo intens goed bij elkaar passen. Jullie zijn zo'n mooi stijl en voor velen een voorbeeld, vind ik. Besef ook even dat jullie drie fantastische kinderen hebben gemaakt. De opvoeding waarvoor jullie hebben gekozen, daar ben ik heel dankbaar voor. Want kijk waar ons gezin nu staat. Zo open en eerlijk, hecht en heel gelukkig met elkaar. We lachen samen, we kunnen ons verhaal kwijt, we mogen verdrietig zijn. We kunnen thuiskomen met fouten die we zelf gemaakt hebben. Waarvan jullie ons bewust maken wat we de volgende keer
beter of anders moeten doen. We kunnen gek doen, we kunnen gewoon helemaal 100% onszelf zijn thuis bij jullie. En ik besef dat steeds meer hoe mooi en belangrijk dat is. Ik kan maar geen betere gezinssituatie bedenken. Ik ben zo blij met jullie als mama. Ik ben zo blij met jou als mama en zo blij met jou als papa. Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan, doen en gaan. Dank je. Oh, zo mooi. Dit zijn echt de mooiste cadeautjes, ik zweer het. Daar kan dit huis niet tegen op, jongens. Nee, hè? Ik weet dat, ik het heel vaak zeg, maar ik hou zo ontzettend veel van jullie. Ik kan geen wereld voor me zien zonder jullie. Jullie zijn al 25 jaar getrouwd en daar mag ik nog wel 25 jaar bij. Dan moet ik eigenlijk huilen. Ik moet eigenlijk huilen. Heel droog. Jullie zijn nu al 25 jaar getrouwd en daar mag nog wel 25 jaar bij. Jullie zijn niet uit elkaar te krijgen. Jullie zijn samen zo sterk, daar kan niks tegenop. En na meer dan 25 jaar nog steeds verliefd op elkaar. Dat vind ik echt bijzonder. Het is ons deze vakantie echt gegund, behalve gisterochtend dan, maar voor de rest wel. En ik hoop dat het nog allemaal gaat lukken met voor wat voor doelen we met z'n allen hebben. En dat we onze dromen mogen uit laten komen. Vonden jullie het leuk? Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ik moet nog heel even bijkomen. Ja. Ik heb echt nog met mijn hele gezicht trekt van de tranen. Ja. Ja, het is echt heel erg lief. Ja. Echt heel erg lief. Want maar ik heb wel honger. Ik ook. Nee. Nou, we hebben lekker ontbeten en we gaan nu lekker zonnen hier. En vanavond gaan we dan heel mooi uit eten bij een heel bekend stukje op Sa Quintos. Maar dat zien jullie dan wel. Kijk ze nou zitten, de titties. Titties. Etiket. Ja. Wat hebben wij toch lieve kinderen. Ja, ze hebben echt iets heel moois gedaan. Wat heb jij net gegeten? Triets. M&M's. Dat zijn geen triets, dat zijn M&M's. Met pindas. Vroeger heette dat triets. Dat is heel lang geleden hoor. Kruik het. Het geeft niet, liefje. Ik hou van je nog steeds. Na die 25 jaar huwelijk hou ik nog steeds van je. Bij asem. Ja. Ja. Nee hoor. Nee, maar wat lief. Ze zijn zo... Ja... Lief en met hun lieve woorden. Ik moest er gewoon van huilen. Ja, ik ook. Ik kan het dan niet tegenhouden, soort. Dat ze zeggen gewoon van... Ja, dat is... Wat zou ik het zeggen? Dat ze onze opvoeding gewoon... Dat ze dat hetzelfde zouden doen... Ja. Als dat wij doen. Dat ja, snap je toch niet? Dat kinderen dat zeggen. Dat denk ik, nou ja, dat geloof je niet. Maar echt, ze zeggen het echt. En het herhaaldelijk ook. Dan doen we het toch enigszins wel een klein beetje goed. Ja, op ons gevoel. Doe maar wat, maar ja, weet je. Yeah. Nee, we gaan echt nog verder genieten. We zijn nog helemaal aan het nagenieten. We krijgen heel veel leuke berichtjes binnen. Ja. Dus vandaag is echt wel een dag dat we in het zonnetje staan. En letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. Heerlijk, het is heerlijk weer. Ja. Oh, we gaan nog even lekker verder genieten. Het pet. Denk dat je vanuit daar een foto moet maken dan. Houd het plasticjes lager. Heb je er zin in? Ja, jij ook? Ja, kom, we gaan. Ik leef niet in een wereld zonder jou. Waar gaan jullie naartoe? Oh. Hallo! Hallo! Waar gaan jullie naartoe met al die ketels? Wie is de leider? Hallo! Hallo! Oh, heb jij een bel? Oh, moet ik Inge maken? Ja, goed zo! Ja! We'll be right back.
Nee! Pia, waarom gebeurt het altijd bij jou? Waarom? Altijd. Why? We kunnen niet normaal in het restaurant. Ik wil in de jacuzzi. Ik wil in de... Proost. Nee, dat kan niet. Ja, heb je gehoord? Oh. Nee, ik wil geen chillen. Jawel, kom maar, ga maar. Nee, dit is perfect. Dit ruikt er niks. Oh, daar gaat onze bom. Oh, die onze bom. De bom waait weg, maar dat vind ik niet erg. Oh, kijk hoe ik. Oh nee! De bom is gone. Bye bom. Bye bom. Daar, daar, daar. Heeft de bom. Ja, oh, ja. Oh. Zo jongens, het is de volgende dag en wij gaan nu paard rijden. Nog nooit gedaan. Ja, één keer, heel lang geleden. Ik weet niet hoe het moet meer. Maar we gaan dat lekker hier doen in de zee, bij het strand, weet ik veel. Maar we gaan het zien. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig, mama. Ja, maar mensen kunnen gewoon op paarden rijden, hè? Ja, maar dan zitten elke keer andere mensen op dat paard. Dat vindt het paard toch ook helemaal niet leuk? Nee, dat vind ik niet. Maar ze moeten ook wel weer in beweging zijn, toch? Ik weet het niet, hoor. Ik vind het al wat anders als met dolfijnen die in zo'n gevangenschap leven. Hé, hertjes. Ah, bam. Hé, hey, maar luister eens. Ik kom dat paard niet op, hè? Ik heb ooit op paardrijden gezeten en toen kwam ik nooit het paard op. Neem jij gewoon je tasje mee, zo? Ja? Ze zijn een beetje strak, geloof ik. Oh, dan moet je even iets missen. Ik vind paardjes leuk. Vind jij ook paardjes leuk? Ja, prima. Ik vind paardjes ook leuk. Zometeen. Ja, nee, zometeen gaat hij mij trappen. Deze is wel een beetje mager. Kijk hoe mooi. Wat is deze lief? Liefje. Vind je het nog wel leuk? Ja, vind je het nog wel leuk? Vind je het nog leuk? Kom maar, kijk maar. Niet? Oké. Talk to the end. Nee, is goed. Oh. Ik moet wel een band opbouwen met mijn paard. Oh, ja. Hi. Ruik eens even aan mij. Oh. Oké, je vindt me lief? Paardje, kom eens. Kom eens, paardje. Mag ik je eien? Ik ben heel lief. Vind je mij ook lief? Oké, dat vond ik echt eng. Wat deed hij? Wat deed hij? Weet ik niet. Nee, ik heb geen band met deze paard. Papa, jij gaat op deze. Ja. Ik ga op die. Nee. Jawel, ik heb geen band. Oké, nu wordt het leuk, want mama gaat op een paard springen. Met een rok ook, maar die heb ik aangenomen. Ik heb geen broeken bij me, maar deze kan heel wijd. Oké. Hij gaat een opstapje pakken. Nou, kijk mam, dat ging nog best goed. Nou, en nu roep nog. Ik zit op een paard. Wat? Oh. Oh, wat vind ik het leuk. Ik ben weer een tak bij mijn harsjes. Hartstikke leuk het paard, maar het gaat allemaal heen en weer zo. Helemaal geweldig. Hé, hey, mam?
nog gieters. Oh, wat een geluid. Dat van mij gaat weer eten. Het paardrijden was echt intens leuk. En we gaan nu lekker voor de laatste keer het eten. Want het is onze laatste avond hier. Ja. Brezoi paloma besa. La 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 la. Olma muka despola. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en ik zie jullie in de volgende video. Doei!